Hey, hallo. Hey, hallo. Hallo iedereen. Wat gaan we doen? We gaan vandaag luisteren en kijken naar een ongelooflijk verhaal. Echt? Lachen? Ja, er wordt heel wat afgelachen in dit verhaal. Oh ja? Ja. Ik hou van lachen. Ja, dat weet ik. Hey, wat is er nou? Wat is er nou, Teun? Matthijs. Ja, je hoeft het niet aan mijn hemd te trekken om mijn aandacht te krijgen. Ik hou van lachen. Ja, nou vandaag gaan we heel wat lachen. Echt? Want weet je nog vorige week? Ja, net Hagar. Hagar die kreeg een kindje. En weet je nog over Sarai? Ja, die deed echt lelijk. Ja, die deed een beetje lelijk. Maar Sarai krijgt vandaag ook een kindje. Wat? Sarai krijgt vandaag een kindje. Is dat lachen? Nou, weet je hoe oud ze is? Geen idee. Sarai is al 90 jaar oud. Nee! 90! Dat kan echt nooit! Ja, Sarai is al 90 jaar oud. Dat is echt heel erg oud. Ja. Teun, wat wil je nou? Matthijs! Ja? Dat is echt heel erg oud. Ja, dat is echt heel erg oud. Dat is echt heel oud. Dan weet je wat we gaan? We gaan naar Walter. Die is echt heel oud. Wie, Walter? Nee, Sarai. Ja, Walter is denk ik ook al wat ouder, hè? Ja, niet zo oud als Sarai. Nee, maar Sarai, die is 90 en die krijgt een kindje. Lachen! Die is echt heel oud. Ja, we gaan eerst naar Walter. Die is echt heel oud. Ja, heel oud. Die is echt veel te oud. Nee, niet te oud. Heel oud. Ja, heel oud. Ja. Wat is die oud, zeg? Ja, 90. Oud. Oh, 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 wat leuk. Oh, ja, jullie zijn er weer. Oh, het verhaal van vandaag komt nog steeds uit Genesis. Je weet wel, het eerste boek van de Bijbel. Eigenlijk best bijzonder dat we dit kunnen lezen. Tot zo'n 500 jaar geleden was de Bijbel alleen in het Latijn en het Hebreeuws te lezen. Totdat Luther kwam. Luther heeft de Bijbel in het Duits vertaald. Sprechst du Deutsch? Nee, maar dat hoeft ook niet. Want nu hebben we de Bijbel in alle talen. Ja, Luther vertaalde de Bijbel en dat was nieuw. De Bijbel in eigen taal kwam eigenlijk nergens voor. Walter! Er zit een grote spin in het toilet! Oh, 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 ik kom er gelijk aan. Schattenboutje van me. Oh, Truze. Truze is als de dood voor spinnen. Walter! Ik sta op de wc-bril. Kom nu! Oh, wat een grap. Zo kun je nog eens lachen. In het verhaal van vandaag, in Genesis hoofdstuk 18, moet Sarah, de vrouw van Abraham, ook heel hard lachen. Walter! Hij klimt de wc-pot op. Kom snel alsjeblieft, Waltertje. Oh, ik kom nu echt Truusje van me. Of het leuk, spinnenjacht. Spinnenjacht. Ik kom, Truusje. Ik kom je redden. We zijn weer 14 jaar verder. Ismaël is nu al een tiener. 14 jaar waarin Abraham niks van God gehoord heeft. Over geduld hebben gesproken. Maar als Abraham 99 jaar oud is, krijgt hij opeens opnieuw bezoek van God. En ik weet niet wat je hierbij voor moet stellen, maar zo vertelt de verteller in Genesis het. Abraham krijgt opnieuw bezoek van God. Abraham, ik geef je een nieuwe naam. Een nieuwe naam? Wordt het niet lastig om te onthouden als je al 99 bent? Nee, Abraham wordt Abraham, vader van een menigte mensen. En Sarai wordt voortaan Sarah, vorstin. En Sarah gaat een zoon van jou krijgen. En uit hem komt een heel groot volk. Ken je dat? Dat je hard moet lachen, terwijl je eigenlijk weet dat het niet hoort of passend is. En dan lach je een beetje in jezelf. Ik kan als 100-jarige man toch geen kind meer krijgen? En Sarah is 90. Heer, dat gaat hem echt niet worden. Heer, ik heb een idee. Waarom laat u dit niet gewoon door Ismaël gebeuren? Ismaël is het nu toch al. Oh heer, dat scheelt zoveel moeite. Nee, Abraham. Sarah gaat een kind krijgen en je gaat hem Isaac noemen. En weet je wat dat betekent? Men lacht. En Ismaël zal ik ook rijk maken. Hij krijgt ook heel veel nakomelingen. Maar de belofte die ik jou heb gegeven geldt niet voor Ismaël, maar die geldt voor Isaac. En over een jaar wordt jouw Isaac geboren. En mensen zullen met je lachen. Sarah met haar eigen zoon. Hierna ging God weer weg. Was het een droom? Had Abraham dit echt goed gehoord of gezien? Gelukkig hoefde Abraham geen 14 jaar te wachten voordat hij opnieuw van God hoorde. Niet voor later, op het heetst van de dag. Als Abraham voor zijn tent zit en de lucht van de hitte lijkt te bewegen, staan er eens 3 mannen in de buurt van zijn tent. Waar komen deze mannen vandaan? Uit de lucht vallen? Abraham weet het niet.
Wat hij wel weet is dat er maar weinig dingen zo belangrijk zijn als gastvrijheid. Dus hij wandelt snel naar hem toe en hij buigt voor hem neer. Komt u toch onder de schaduw van de boom zitten? Ja, komt u dichterbij. Snel laat hij Sarah een brood pakken en een maaltijd klaarmaken. Hun voeten worden gewassen. Als een volmaakte gastheer blijft Abraham staan terwijl zijn drie gasten eten. En tijdens het eten kijkt een van de mannen onverwachts op. Waar is uw vrouw Sarah? Abraham kijkt verbaasd naar hem. Hoe weet deze meneer de naam van zijn vrouw? Abraham verslikt zich. Ze is in haar tent. Over een jaar kom ik weer terug en dan zal Sarah haar eigen zoon hebben. Hè? Wie zijn deze mannen? Sarah staat stiekem vlakbij te luisteren. Als ze deze man dit hoort zeggen, moet ze lachen. Ja, dag, een zoon op haar leeftijd. Ze is al 90 en Abraham die is al 100. Wat een grap. Ja, eigenlijk helemaal niet leuk, want hier droomt ze al jaren van. Het is een grap die pijn doet. Sarah lacht een beetje spottend. Ze lacht de pijn weg. Waarom lacht Sarah? Vraagt de man aan Abraham. Waarom denkt ze dat ze veel te oud is om alsnog een kind te krijgen? Is er iets onmogelijk voor God? Als ik over een jaar terugkom, zal Sarah haar eigen zoon hebben. Sarah schrikt. Hoe vaak heeft Abraham haar niet verteld over zijn ontmoeting met God en dat ze binnen een jaar een kind zou krijgen? Isaac was het. Ja, Isaac. Dat was de naam die Abraham aan dat kind zou geven. Dat onmogelijke kind. Maar nu twijfelt ze. Komen deze mannen van God of is de Heer zelf? Sarah komt uit haar schuilplaats tevoorschijn en maakt een diepe buiging voor de drie mannen. Ik denk dat u het verkeerd gehoord heeft, meneer. Ik heb helemaal niet gelachen. Jawel, Sarah. Je hebt wel gelachen. Sarah lacht het omdat het zo onmogelijk leek. Ze lacht omdat de grap pijn deed. Omdat ze het al haar hele leven zo graag wilde. En wat denk je? Een paar maanden later wordt er heel wat afgelachen bij de kampvuren van Abraham en Sarah. Heb je het al gehoord? Psst, heb je het al gehoord? Sarah, onze buurvrouw van 90, is zwanger. 90 jaar, wat een grap. En Abraham en Sarah lachen blij met hem mee. Tak, 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 gastvrijheid is overreden. Tak, 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 gastvrijheid. Als er maar geen kip op het menu stond. Tak, weet je waar ik nu echt een hekel aan heb? Tak, Kentucky Fried Chicken. Tak, dat is echt zielig. Tak. Sarah is 90. Ouder zelfs. Die kan nooit een kind krijgen. Sarah moet lachen. En dan wordt ze betrapt. Ja, dat is vervelend, hè? Oh, dan doe je iets en dan hoop je dat niemand het ziet en dan word je betrapt. Sarah wordt betrapt. Betrapt door de Heere God. En dan zegt ze, ja, dan ga je liegen. En zegt, ja, nee hoor, ik deed het niet. Dan gaat excuses verzinnen, want je wil natuurlijk niet vertellen dat je het echt was. Nee hoor, nee, ik was het niet. Het was iemand anders. Nee, Sarah, je lachte wel. Ja, ja, nee, maar ik bedoel het niet zo. Excuus. Sarah, het gaat echt gebeuren. Vind ik wel mooi, hè? God wordt er niet boos. Hij zegt niet, oh, foei. Dat moet je echt nooit meer doen. Maar de belofte staat nog steeds. Je gaat echt een kind krijgen en je noemt hem Isaac. Hij die lacht. Ik vind God er gewoon heel lief in. Wel, zien wat er gebeurt. Hey, je deed het wel. Ja, nee, we hebben het gezien. Ja, je kan wel zeggen dat het niet zo was. Maar het is wel zo. Je hebt het wel gedaan. En tegelijkertijd heel verliefd. De belofte wordt niet weggedaan. Sarah krijgt niet straf. Nee, God gaat heel liefdevol met Sarah om. En wat zo mooi is, hij gaat ook zijn liefde voor mij om. Met jou, met ons allemaal. Hij laat ons zien wat soms niet goed is. Daar mogen we van leren, daar mogen we veranderen. En tegelijkertijd zegt hij, maar ik hou van je. Je bent mijn dochter, je bent mijn zoon. Hier is mijn belofte en dan mag je gewoon verder gaan. Want zo is God. Nou, wat een apart verhaal. Die Sarah moest lachen omdat zij een kindje kreeg. Mijn moeder kon er al lang niet meer om lachen. Ja, wat wil je? Na 300 kattenbaby's gaat er... Kattenbaby's? Kattenbaby's zijn kattenbaby's? Oh, dat is echt een domme fout van mij. Ik bedoel natuurlijk 300 rattenbaby's. Stel je voor, mijn moeder en 300 kattenbaby's. Dan was ze helemaal niet gaan lachen. Alleen maar gaan huilen. Tjonge, wat een depressief verhaal. 300 kattenbaby's? Nee, rattenbaby's. Maar daar gaat de lol er ook wel een beetje van af, hoor. En nu moet die Sarah nog steeds wachten. Oh, die Abraham en die Sarah. Ik haat wachten. Vooral als het om kaas gaat.
Bij mij krijgt Kaas geen kans om gaten te maken. Nee, 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 die gaten maak ik zelf voor in de kaas. Wachten, jakkes. Tjonge jonge, ik zei kattenbaby's. Wat een fout, kattenbaby's. Nou, ik moet er niet aan denken. Waar moet je niet aan denken? Zwanger worden. Nou, dat komt goed uit. Hoezo? Nou, vogels, die kunnen namelijk niet zwanger worden. Wat? Vogels kunnen niet zwanger worden. Jij bent een vogel en vogels leggen eieren. Oh ja! En nog iets. Wat dan? Jij bent een mannetjesvogel. Ja. En die kunnen ook geen eieren leggen. Dat is echt niet eerlijk. Wat? Dat is niet eerlijk. Wat is nou niet eerlijk? Van dat ei. Jij zegt net, ik moet niet aan denken om zwanger te worden. Nee. En dan vind je het niet eerlijk dat je geen ei kan leggen. Dat is discriminatie. Nee, dat is niet discriminatie. Mannetjesvogels kunnen gewoon geen ei leggen. Ik wel. Nee, Teun. Ik kan het echt wel. Teun. Ja? Dat is onmogelijk. Niets is onmogelijk. Oké, niet heel veel dingen. Oké, luister. Jij kan geen ei leggen. Ik ga volgende week een ei leggen. Jij gaat volgende week een ei leggen? Ja. Ja, lach naar. Jij gaat volgende week een ei leggen. Ik ga een ei leggen. Volgende week, hier in de show. Een ei. In deze show. Ja, hier. Oké, en hoe kom je aan het ei? Geen idee. Geen idee? Nee. Een ei. Ja. Die ga jij leggen. Ja, dat zei ik toch al. Ga je alles herhalen? Oké, nee, ik moet even bijkomen in mijn hoofd. Jij gaat volgende week hier in de show een ei leggen. Ja, dat zei ik al. Een ei. Door Teun. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, lach maar. Nee, jij lachte. Oh ja. Ik leg een ei. Een ei. Ik wil het zien, hè? Ja, het gaat echt gebeuren. Oké. Ja. Dag, ik ben het wachten helemaal zat. Zat. Elke keer weer wachten tot ik iets mag zeggen aan het eind. Ik lijk Sarah wel. Ja, dat is echt niet om te lachen. Nee, dan moet je niet gaan lachen. Nee. Zijn we eindelijk klaar met wachten? Waag het niet om te lachen, hè? Nee. Ik heet toch geen Sarah? Ja, wedden dat Teun geen ei kan leggen. Die legt echt geen ei. Het is een mannetjesvogel. Die leggen geen ei. Wat een dom beest is dat. Gelukkig ben ik de ster van de show. Ja. Tot de volgende keer, kinderen. Dag. De groetjes van jullie ster. Dag.